Welkom bij een nieuwe podcast van Elsevier Weekblad. Mijn naam is Vincent Andriessen. U luistert naar onze podcastserie Non Solus. Wekelijks bespreken we hierin het nieuws met de hoofdredacteur van Elsevier Weekblad, Arendo Jouwstra. Arendo, welkom. Deze week is de stikstofuitspraak de aanleiding voor jouw Non Solus. Kun je uitleggen wat het effect is van die uitspraak voor de luisteraars die dat niet mee hebben gekregen? Ja, de Raad van State heeft besloten dat heel veel bouwprojecten niet door mogen gaan, omdat die een bedreiging vormen voor de natuurgebieden. Bij bouwen komt stikstof vrij en dat is slecht voor die natuurgebieden. En dus zijn al die bouwactiviteiten stopgezet. Onder andere bijvoorbeeld veel woningbouw, wat natuurlijk belangrijk is in tijden van huizennood, maar ook wegenaanleg en nieuwe industrieën en bedrijven. Ja, jij trekt het breder, want jij had in jouw column Frits Bolkestein aan, die eigenlijk vindt dat het klimaatbeleid pas op de plaats moet maken, omdat er op dit moment nog gewoon heel veel onduidelijk is. Ja, Bolkestein heeft dat geschreven enige tijd geleden, maar je merkt gewoon aan alles in de samenleving dat we iets te overhaast gaan eigenlijk met het klimaatbeleid. Er worden windmolens neergezet die eigenlijk tegen het zere been zijn van veel bewoners. Hele weilanden worden volgeplet met zonnepanelen, terwijl je tegelijkertijd berichten leest dat als je het hele land vol bouwt met zonnepanelen en windmolens, dat je dan nog onvoldoende elektriciteit opwekt om te voldoen aan de norm die het kabinet heeft gesteld om in 2030 helemaal elektrisch te zijn. Dus volgens mij moet je pas op de plaats maken om eens goed na te denken hoe we nou al die maatregelen met elkaar in verband kunnen brengen. En dat gebeurt niet, want het kabinet is namelijk blij met overeenstemming aan de klimaattafels en met een instemming in de Tweede Kamer. Want daarmee werkt het kabinet. Dus logisch, zo werkt de politiek. Die hebben nu eenmaal overeenstemming nodig om iets te kunnen besluiten. En ze willen dat momentum niet verliezen. Dus ze hebben nu al die maatregelen hebben ze uitgesmeerd om maar een begin te maken. En dat is politiek gezien logisch. Vanuit de Haagse logica is dat begrijpelijk dat ze het zo doen. Maar vanuit de samenleving is het niet logisch. Want een samenleving wil dat je maatregelen neemt die A, werken, B, elkaar niet tegenwerken en ook duurzaam zijn. Dat ze ook lang kunnen blijven bestaan. En bijvoorbeeld zonnepanelen, die moeten na 15 jaar moeten ze vernieuwd worden. En dan moeten die oude zonnepanelen moeten gerecycled worden. Ja, en er komt heel veel giftig chemisch afval bij vrij. Ja, daar wordt nu niet aan gedacht. Het kabinet is al lang blij dat de zonnepanelen kunnen plaatsen. Maar de consequenties op een wat langere termijn, daar is niet over nagedacht. En dat begrijp ik wel vanuit het kabinet gezien, want die willen door. Die hebben dan die overeenstemming, instemming van het parlement. Die denken, ha, fijn, dat hebben we maar één keer in de zoveel tijd, dus nu gaan we die besluiten nemen. Maar ja, het is niet altijd verstandig. Maar even advocaat van de duivel, we hadden juist die klimaattafels volgens mij om de hele samenleving en iedereen die er ook maar iets van vond aan tafel te krijgen en erover mee te laten praten. Dat klopt, Vincent, maar aan die klimaattafels zaten belanghebbenden. Er komt heel veel subsidiegeld vrij straks met die klimaatmaatregelen, vele miljarden. En er zijn altijd mensen die denken, ik weet niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Dus die bouwen bijvoorbeeld, of die zitten in de zonnepanelen, of die bouwen het fundament voor windmolens, of kunnen op een andere manier profiteren. Ja, en die houden het kabinet natuurlijk niet tegen. Die zijn natuurlijk dol op klimaatmaatregelen. Maar voor het algemeen belang, voor hoe het gaat, is het lastiger. Aan de klimaattafel zat niet de burgerij. En de burgerij die heeft vaak last van een windmolen vlak voor de deur of een weiland waarop ze uitkijken wat opeens verandert in een vlakte met zonnepanelen. En daarbij een derde element. Hele kernenergie is helemaal niet aan de klimaattafels echt aan de orde geweest. Terwijl kernenergie neemt veel minder ruimte in beslag dan wat we nu gaan doen met windmolens en zonnepanelen. Ik kan een heel helder voorbeeld geven. Een kernenergiecentrale draait op uranium, dat is de grondstof. Eén vrachtwagen uranium staat gelijk aan 23.000 treinwagons met kolen. En zo zie je maar hoe kernenergie veel energie-intensiever is dan vele andere energievormen. En denk ook even na over dit. Eén vrachtwagen met uranium belast nauwelijks de omgeving als die over de weg rijdt. Maar 23.000 wagons, treinwagons met kolen, dat geeft lawaai, dat neemt ruimte in beslag, dat zorgt voor allerlei andere effecten. Bovendien moet de kolen uit de grond komen. En kolen zijn niet eens trouwens een erg schone energie. Maar het gaat een beetje om de vergelijking. En dus zou ik zeggen,
Doe één stap naar achteren en kijk nog eens een keer goed als politiek, als samenleving naar wat je dan moet doen om de opwarming opwarming tegen te houden. En wat zijn dan goede maatregelen? Is het dan echt slim om windmolens neer te zetten en zonnepanelen? Of zijn er ook andere methodes die misschien wat minder ruimte in beslag nemen en wat vriendelijker zijn voor het landschap, wat vriendelijker zijn voor de natuur en wat vriendelijker zijn ook voor mensen die in het land wonen? Kortom, pas op de plaats maken. En goed om je heen kijken. Heel goed. Dankjewel voor dit gesprek, Arendo. U luistert naar onze podcastserie Non-Solus met hoofdredacteur Arendo Joustra. Meer commentaren en de Non-Solus vindt u op elsevierweekblad.nl/opinie. Wilt u nou helemaal niets missen, neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. Al onze abonnementsvormen vindt u op www.lezenelsevier.nl. U heeft al een digitaal abonnement vanaf €8 per maand. Mijn naam is Vincent Andriessen en ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze podcast van Elsevier Weekblad.